is eigenlijk net een soort gevangenisregime. Op het moment dat je nieuw binnenkomt, dan moet je je eigenlijk opboksen tegen en tegen de jongeren en tegen begeleiders die daar werken. Het is 11 maart 2017. Eén dag nadat deze omroep meldt dat een medewerker van Plurijn is opgepakt op verdenking van vervaardiging, bezit en verspreiding van kinderporno. Ook zou er seksueel contact zijn geweest met een van de bewoners. Op de redactie gaat de telefoon. Aan de lijn is een oud-bewoner van een van de woongroepen van Plurijn. Hij wil met ons praten, maar wil anoniem blijven. We noemen hem Sam. Sam komt uit Nijmegen en is eind 20. Ik ben bij Plurijn terechtgekomen omdat ik vroeger problemen had. ADHD. Slecht gedrag op school. En uiteindelijk via een OTS onder toezichtstelling naar Plurijn. Sam vertelt schokkende verhalen. Verhalen over fysiek geweld, intimidatie en zelfs seksueel misbruik. We besluiten ons licht op te steken bij Edward Kudding. Kudding geeft trainingen over het omgaan met geweld in de gezondheidszorg, publieke taken en onderwijs. In die training leert hij cursisten om vanuit hun eigen reflexen goed te reageren op de ontstane situatie. De training die wij geven, die is gebaseerd op het menselijk verdedigingssysteem. En wat betekent dat? We hebben eigenlijk allemaal een natuurlijke reflexen. Een goed voorbeeld, als ik het kopje naar je hoofd gooi, zal je hand omhoog tillen en met je hand tussen je hoofd en het object. Nou, dat hoef je niet te leren, maar dat is wel een bewustwording. Dus eigenlijk wat we meer zijn, is we zijn geen vaardigheden aan het trainen. Want dat leer je niet zomaar binnen een dag. Hè. Het is meer zoiets bewust worden van je reflexen. En hoe ga je ook strategisch staan? Dus dan is het ook verstandig als je het wat spannend wordt, dat je met je handen gaat praten. Zodat als geslagen wordt, dat je altijd je handen tussen het hoofd hebt zitten. Geweld in de jeugdzorg is geen nieuw verschijnsel. Commissie Samson deed er eerder al onderzoek naar. Dat onderzoek kreeg een vervolg in de onderzoekscommissie Geweld Jeugdzorg. Voorzitter van die commissie is Misha de Winter. We zochten de Winter op in Utrecht. Naar de officiële registraties kijkt, dan lijkt het alsof die verstandelijk gehandicapte sector, of daar nooit eigenlijk iets mis is gegaan. Er zijn bijna geen geschreven bronnen, registraties, rapporten over dat daar iets in de zin van geweld is misgegaan. Aan de andere kant zijn er wel heel veel verhalen die ook jongeren vertellen of hun ouders vertellen of soms groepsleiders vertellen. Dus er is een contrast tussen wat er nog op papier staat, terug te vinden is, en wat er voor verhalen in de omloop zijn. En dat is natuurlijk een aanleiding om daar verder in te gaan graven. Wat kunnen we daarover vinden? Terug naar Sam. Zijn ervaringen zijn heftig. Jongeren slaan, schoppen. Begeleiders die dan ingrijpen, fysiek ingrijpen, noem maar op. Dus daar de gekste dingen. Dat een meisje verkracht wordt, zonder dat dat de groepsleiders daarvan wisten. Meisjes werden mishandeld. Groepsleiders die jongeren waar ik zelf ook slachtoffer ben van geweest, bij de keel pakken. En allemaal maar afschrijven als een incidentje. Geweld lijkt voor jongeren dus nodig om zich te kunnen handhaven in zorginstellingen als Plurijn. Je kunt je voorstellen dat begeleiders niet altijd genoeg hebben aan woorden en dat fysiek ingrijpen soms noodzakelijk is. Er wordt dus ook niet gezegd dat fysiek ingrijpen bij voorbaat niet is toegestaan. Toch lijkt dat geweld wel toe te nemen. Eigenlijk staat er in de zorg helemaal niets op papier als het gaat om het juridisch verhaal. Want er zijn geen wetten speciaal geschreven in het juridisch verhaal. Eigenlijk gelden de gewone regels. Hè. Dus op het moment dat er een gevaarlijke situatie ontstaat voor de cliënt of voor de omgevingen, dat kan ook wezen de begeleiding, dan mag je ingrijpen. In eerste instantie probeer je natuurlijk eerst de communicatie. Hè. Dus probeer je te vragen of iemand wil stoppen. Als dat niet lukt en er blijkt toch nog een gevaar te zijn, dan mag iemand vastpakken. En dat zou natuurlijk heel mooi zijn als dat op een humane manier zou kunnen gebeuren, want ja, je bent tenslotte hulpverlener. Ik ben door twee begeleidster ben ik bij mijn keel gepakt. Bij één incident heb ik mij eigen niet kunnen afweren. Dus toen heeft hij mij vol bij mijn keel gepakt en eigenlijk tegen een deur omhoog gezet. Bij de tweede incident heb ik mij los kunnen
frikken. En toen heb ik de begeleidster een klap verkocht. Daarentegen is een procedure geweest. De ene dag moest je stofzuigen, de andere dag moest je keervaders. Dat is gewoon heel doodnormaal, want je woont daar met jongen. Op het moment dat het zat, ja, het zat niet in goed in mijn vel, aangegeven. Op mijn moment moest ik stofzuigen. Daar heb ik aangegeven, luister, ik wil even tot rust komen. En dan ga ik daarna stofzuigen. Ik ben op dat moment ben ik naar de andere kant gelopen, want de groep bestaat uit twee gedeelten. Ben ik naar een andere gedeelte gelopen, waar op dat moment geen jongeren waren. Ben ik daar voor de radio gaan zitten. Ben ik muziek gaan luisteren. En op dat moment komt de persoon naar me toe en die zegt van luister, je gaat nu stofzuigen, anders help ik een handje. Dat heb ik aangegeven van luister, ik wil niet dat je het me aanraakt. Op dat moment is ze weggelopen en heeft gezegd van ik ga een peukje roken. En op het moment dat ik terugkom, dan wil ik dat je stofzuigen en anders help ik een handje. Ook weer aangegeven van ik wil niet dat je me aanraakt. Ze komt terug van een peukje roken, ze gaat naast me zitten. En ze raakt me al twee keer aan. Toen heb ik aangegeven dat ik daar niet van gediend ben en dat ik dat niet wil. En uiteindelijk voel ik haar armen onder mijn oksel doorkomen en ze pakt me bij mijn keel om mij daar weg te halen. Op dat moment heb ik mij losgewerkt en die persoon een klap verkocht. De procedure is uiteindelijk zo uitgekomen dat ik ook een bewoner heb gehad die mijn verhaal bevestigde. En dat die vrouw ook ontslag kreeg. Twee jaar nadien ben ik die vrouw weer tegengekomen in een andere unit van Plurijn. Terwijl dat de rechter nadrukkelijk had uitgesproken dat ze niet in de zorg geen zorg meer mocht verlenen. Ik weet niet of de trend, ik denk dat het van alle dagen is. Als je gaat kijken naar justitie, gevangeniswezen, gebeurt het. Het wordt niet gedoogd. Maar soms dan ga je ook in een spiraal zitten. Dan, bijvoorbeeld, als we beginnen met studenten, we geven ook op de hand trainingen, dan studenten staan voor alles open. Is het allemaal nog nieuw? Als mensen al een tijd in die zorg zitten, in bepaalde sectoren, dan krijg je een soort, het is bijna een soort decorum verliezen. Dus de normen worden anders. En ik weet niet of ze het bewust aan negeren of dat het al een soort cultuur is geworden. Het is natuurlijk altijd heel moeilijk om dat te toetsen. Ja, tot nu toe weten we gewoon, niet uit eigen onderzoek, maar wat daarover geschreven is, wat er in het buitenland aan onderzoek is gedaan, dat geweld in je vroege jeugd, en zeker als dat ernstig is en lang geduurd heeft, dat heeft een enorme impact op eigenlijk ongeveer alles in je latere leven. Dus mensen die dat geweld in tehuizen of in pleeggezinnen, maar ook in hun eigen gezinnen hebben meegemaakt, langdurig, ernstig. Die hebben in hun latere leven last met relaties. Hun psychosociale gezondheid is vaak een probleem. Ze vinden het heel moeilijk om aan het werk te komen of werk te houden. Dus kortom, eigenlijk over de hele linie achtervolgt dit mensen. Ook Sam merkt nog iedere dag de gevolgen van zijn jaren bij Plurijn. Ik kan niet voor een baas werken. Ik laat me niks vertellen, terwijl dat je als je voor een baas werkt, dat je dat, dan moet dat gewoon kunnen. En dat kan ik niet. Nou ja, wij gaan kijken in de verstandelijk gehandicapte sector, maar ook bij kinderen die in pleeggezinnen geweld hebben meegemaakt of in internaten voor doven en slechtziende kinderen. En bij al dat soort mensen gaan we kijken van wat is nou de impact geweest van dat geweld op je latere leven. Bijvoorbeeld, er zijn mensen die vertellen dat als ze zelf kinderen kregen toen ze volwassen waren, dat ze het ontzettend moeilijk vonden om die kinderen op te voeden. Omdat als er iets aan de hand was en ze kwamen bij een hulpverlener, dat die hulpverlener dan heel vaak zei, ja, maar mevrouw of meneer, u heeft zelf in het huis gezeten, dus dat zou wel de oorzaak zijn. Dus het sijpelt op allerlei mogelijke manieren door en daar gaan we ook onderzoek naar doen. Natuurlijk hebben we de uitspraken van Sam ook aan Plurijn voorgelegd. De zorginstelling heeft aangegeven zich niet te herkennen in het verhaal van Sam, maar wil wel graag met hem in gesprek. Ik hoop alleen dat het gaat veranderen.